patiënten die net een chirurgische ingreep hebben gehad om een nieuwe heup te krijgen bijvoorbeeld, die moeten snel gemobiliseerd worden. Dus wat doen we daarmee? Mensen de eerste dag na de operatie nog in bed houden en daarna de dag erop gaan we uit bed mobiliseren. Dus eerst op de rand van het bed kijken hoe het gaat. En als dat lukt, proberen te gaan staan. En eigenlijk zullen we het liefst al een paar stappen proberen te lopen en iemand in de stoel. In ieder geval voor een half uurtje, zodat kijken of dat gaat en of dat lukt. En als dat is gelukt, ook weer terug in bed. En dat proberen 3 keer op een dag te doen. Je hebt op deze afdeling heb je 8 verpleegkundigen, waarvan je steeds, je werkt met z'n tweeën in een duo. Deze duo's hebben de verantwoording voor 8 tot 10 patiënten. Iedere verpleegkundige heeft ongeveer 4 tot 5 patiënten onder zijn hoede. Je weet van elkaar wat er met de andere patiënt aan de hand is, zodat je elkaar altijd zou kunnen helpen. En als leerlingstagiaire zoals ik word je toegevoegd als derde aan het team en ben je eigenlijk een soort trio. Als leerlingverpleegkundige kijk je eerst mee met je begeleiding, moet je meekijken. Vervolgens word je meer losgelaten en mag je de handeling zelf uitvoeren onder streng toezicht. En op het moment dat je begeleiding ziet van oké, hij heeft door hoe het werkt en hoe het eraan toe gaat, mag je de handeling zelfstandig gaan doen. Maar moet je net zoals andere collega's de medicatie wel laten controleren. De controle, ja. Amoxicilline. In 50 NaCl. Als verpleegkundige heb je de verantwoording voor een aantal patiënten. En met deze verantwoording hoort dat je patiënten op tijd naar elkaar brengt. Dat ze afspraken nakomen. Dat ze op tijd de medicatie krijgen. En je zorgt ervoor dat alle onderzoeken die een patiënt nodig heeft voor het genetisch proces, dat die bijgewoond worden. Ja, wat voor mij belangrijk is dat ik gewoon dat ik een redelijk inlevingsvermogen heb. Ook omdat ik zelf als patiënt hier heb gelegen en daardoor goed denk aan te kunnen sluiten op wat de patiënt zijn behoeften zijn. En daar alles te kunnen doen wat je zou moeten doen en misschien nog wel een stapje extra. Thank you.